Burgemeester Peter van der Velde opende vrijdagavond de nieuwe brandweerkazerne en de nieuwe ambulancepost in Ulverhout. Hij verrichtte de opening in gezelschap van ruim 200 genodigden. De nieuwe brandweerkazerne biedt plaats aan twee voertuigen. In de nieuwe ambulancepost is ruimte voor vier ambulances, waarvan er één overdag is gestationeerd in Rijsbergen. Het heeft tien jaar geduurd voordat de kazerne en de ambulancepost konden worden gerealiseerd.